Ja, Jis, wij wisten de tweede helft niet wat we meemaakten. Hoe was dat voor jou? Voor mij hetzelfde. Ja, ik maakte mijn eerste doelpunt. Toen zat ik al. Ik was gewoon heel erg opgelucht. Want ja, ik had heel lang niet gescoord natuurlijk. Vaak dichtbij. En dan frustreert het soms wel eens dat je dan een paar wedstrijden niet scoort. Dus bij die eerste was ik al erg opgelucht. En volgens mij een paar minuten later kregen we die penalty al mee. Toen dacht ik, ja, dit wordt nummer 2. Dus toen dacht ik, ja, nog niet meer dan 1 keer in de wedstrijd gescoord. Dus ik dacht, ah, dit is top. Van tevoren, ja, ik heb het zo vaak geoefend met Konrad, met Wouter, met Gijs, de keepers. Dus ja, ik was gewoon overtuigd dat ik deze binnen zou schieten. En nummer 3 was, moet ik even nadenken, ja, foutje van de verdediger. We hadden erop getraind dat de centrale verdediger niet snel was, dus er ligt veel ruimte erachter. Helpt het wel mee dat hij een verkeerd wegschiet, waardoor hij alsnog voor mijn voeten komt. En nummer 4 was... Foutje van de keeper. Foutje van de keeper, ja. Ja, weer hetzelfde moment. Steekpaas achter de verdediger. Tijdens de rennen zat ik al te kijken, want ik zag die keeper uitkomen. En ik dacht, wat gaat hij doen? Ik dacht al, dat gaat hij nooit halen. En ja, ik wilde hem zelf nog aantikken. Ik kwam er net niet bij, maar daardoor dacht de keeper misschien ook van... ja, wordt hij alsnog aangeraakt. Dat was niet het geval waardoor die bal eigenlijk gewoon doorstuit. Ja. En toen kon ik hem gewoon binnenlopen. Maar een spits staat natuurlijk altijd op de juiste plek. En dan stond jij dus 4 keer vandaag. Ja, joh, 4 keer in een wedstrijd scoren, dat moet je toch fantastisch voelen. Ja, is het ook. Het is voor mij vooral een hele, gewoon echt een opluchting, om zo te zeggen. En ik sta wel, dit seizoen stond ik wel vaker op een goede plek, maar dan gaan ze er niet in. Dus ja, dat is gewoon frustrerend. En dan ga je trainen en dan vliegen ze er wel in. En denk je, hoe kan het nou dat die in de wedstrijd er niet in gaat? En dat was vandaag even anders. Ja, woorden van Wouter van der Steenen. Hij schoot hem bij Heerenveen op de training van alle hoeken en standen. Schoot hij hem erin. Dus die gaan echt wel komen. Nou, nu zijn ze gekomen, die doelpunten. Even terug naar die eerste. Ja, dan zag je ook de ontlading bij jou. Hè, en dat iedereen het je ook zo gunt. Ja, ik tegen Jong AZ was ik een paar keer ongelukkig. 2 keer op de lat. En iedereen komt ook naar me toe. Van, het komt wel, blijf rustig. Je werkt hard, je bent belangrijk voor het team. Ze komen vanzelf. En... elke wedstrijd zeiden ze het weer en dan nu gingen ze erin. Ja, en dan de sfeer in het team, als je daar naartoe gaat, dan kan zo'n comeback, ja, het kan niet beter, hè, om de sfeer te, en het vertrouwen te laten groeien, lijkt me. Ja, zeker weten, maar het is 1 wedstrijd. We hebben nog een stap te gaan, dus ik ben blij voor nu natuurlijk, maar we hebben nog genoeg andere wedstrijden waar ik ook in kan scoren. Als je zo blijft verdubbelen, dan komt het wel goed, denk ik, hè? Ja, ik hoop het wel, ja. Dankjewel, Jis. Jullie ook bedankt.